Ik weet waarom jij niet meer afvalt en dat ga ik je in deze video vertellen. Want we gaan het namelijk hebben over de top 10 redenen waarom jij een afvalplateau hebt bereikt. Dus blijf vooral kijken. Je eet gezond, maar je valt toch niet af. Hoe kan dat nou? Vaak spelen meerdere oorzaken een rol en vandaag gaan we het hebben over de top 10 die ik dagelijks tegenkom als zijnde leefstijlcoach. Reden nummer 1 is dat jij je calorie aan het drinken bent. Dan heb ik het over vruchtensapjes, koffie met melk en suiker, een cappuccino of bijvoorbeeld thee met melk en suiker. Met een paar van deze glazen per dag of een paar kopjes koffie per dag, dan kan het al zo'n 300 tot 400 calorieën extra zijn die jij waarschijnlijk niet hebt meegenomen in je berekening. Het kan dus zomaar zijn dat jij niet in een calorie tekort zit, maar in een calorie overschot, met als gevolg dat je niet meer aan het afvallen bent. Ga dus voor jezelf eens na of dit van jou van toepassing is. Houd voor jezelf eens bij wat je zo op een dag drinkt en of dit ook calorieën bevat. Op deze manier kun jij dat meenemen in je berekening en kun je ook misschien zelfs zeggen om te stoppen met melk en suiker drinken bijvoorbeeld. Reden nummer 2 is dat jij onbewust misschien toch stiekem te veel aan het eten bent. Denk bijvoorbeeld eens aan die snoeppot op het werk waar jij 3 keer op een dag zo langs loopt en gewoon even een snoepje pakt terwijl je niet eens door hebt. Of je bent ziek en je hebt de griep en je bent telkens keelsnoepjes aan het eten die zo op een dag toch nog wat extra calorieën met zich meebrengen. Een ander voorbeeld is het voorproeven met koken. Dus je bent lekker je gerecht aan het maken en toch gaat er steeds een hapje in dat mondje. En je weet, elk pondje komt via het mondje. Op den duur kan dit zorgen voor die extra calorieën die je binnenkrijgt. En dat zorgt er dan weer voor dat jij of niet afvalt of zelfs aankomt. Het volgende punt kan zijn dat je te streng voor jezelf bent. Iets dat ik heel vaak hoor in de praktijk is dat mensen door de week heel erg streng voor zichzelf zijn en zichzelf niks lekkers gunnen. En in het weekend, dat is het punt dat het toch een beetje misgaat. In het weekend gun je jezelf iets lekker en neem je een cheat meal als lunch en vervolgens ben je ook nog een pizza aan het eten en dan heb je als toetje een frikandel speciaal. Het plaatje dat nu in beeld komt, dat spreekt ook boekdelen en is iets wat heel erg vaak voorkomt. Probeer dan ook door de week niet al te streng voor jezelf te zijn en gun jezelf ook af en toe wat lekkers. Doordat je dit ook door de week doet, verminder je de kans dat je in het weekend helemaal doorslaat omdat je gedurende de rest van de week totaal niks lekkers hebt gehad en alleen maar gezond hebt gegeten. De vierde reden is dat je ook van gezonde producten kunt aankomen. Even dat je weet, die gezonde producten die jij naar binnen werkt, bevat ook gewoon calorieën hoor. Bekendste voorbeeld is er nog een avocado, wordt gezien als heel gezond, maar doordat het zoveel vet bevat, bevat het ook ontzettend veel calorieën. Dat ervoor kan zorgen dat wanneer jij veel avocados eet bijvoorbeeld, dat je alsnog in een calorieoverschot zit. Nu worden avocados ondertussen toch wel gezien als een product dat veel calorieën bevat. Daar wordt ook bij nagedacht. Alleen wanneer we het hebben over olijfolie bijvoorbeeld, dan wordt het totaal niet gedaan. Zo kan een eetlepel olijfolie al snel 90 calorieën bevatten. Dus houd er ook rekening mee wanneer jij probeert af te vallen dat je ook olijfolie en boter bijvoorbeeld meeneemt bij jouw calorieberekening. Reden nummer 5 is dat jij te snel aan het eten bent. Je hebt vast wel eens gemerkt dat wanneer jij heel snel aan het eten bent, dat je ook veel meer op kan dan dat je van jezelf gewend bent. De reden hiervoor is dat jouw hoofd een seintje moet geven aan de rest van jouw lichaam dat je genoeg hebt. Maar ja, dat duurt nou eenmaal even. Neem dan ook de tijd bij een maaltijd en probeer niet bij de tv te eten. Dat is iets waar ik mezelf ook schuldig aan moet maken. Echter kan ik me nog wel redelijk beperken. Maar wanneer je afgeleid bent tijdens het eten, dan merk je ook niet dat je aan het eten bent. Waardoor het wellicht zo kan zijn dat jij te veel aan het eten bent. Conclusie, neem dus de tijd wanneer je aan het eten bent. De zesde reden waarom jij misschien niet meer aan het afvallen bent, is de reden van stress. Misschien is het volgende heel herkenbaar. Je hebt het super druk op het werk en daardoor slaap je ook nog eens slecht. Omdat je, wanneer je wilt gaan slapen, alleen nog maar met je werk bezig bent. Met als gevolg dat je de dag daarna in een slecht humeur bent en al helemaal geen zin hebt om een gezonde maaltijd te eten. Waardoor het dus lekker makkelijk is om je laptop te openen en thuisbezorgd.nl in te tikken. En lekker een dunerkapsalon te bestellen. Comfort food is in dat geval jouw levensredding. Vooral wanneer je een avondje flink hebt doorgehaald en je wordt die dag daarna wakker met een kater,
Geloof mij, Maarten, heb je echt geen zin om lekker te staan koken. Natuurlijk is er niks aan de hand nadat je die dag flink een kapsalon of wat dan ook hebt gegeten. Maar het is wel belangrijk om de dag daarna gewoon weer de draad op te pakken. Dus ga eens goed na voor jezelf of je op dit moment in een stressvolle periode zit. En maak dan bijvoorbeeld een plan waardoor je wat makkelijker kunt omgaan met bijvoorbeeld comfortfood. Reden nummer 7. En dit is ook echt een van de meest voorkomende redenen in de praktijk waardoor je wellicht niet meer afvalt. En dat is omdat je niet minder gaat eten. Wist je namelijk dat afvallen ervoor zorgt dat je steeds minder calorieën nodig hebt om op gewicht te blijven? Doordat jouw lichaam letterlijk krimpt, doordat je af aan het vallen bent, heb je nou eenmaal ook minder calorieën nodig op een dag om op gewicht te blijven. Na dit principe zijn namelijk onderzoeken gedaan en het schijnt dat wanneer je 1 kilo afvalt in lichaamsgewicht, je 30 calorieën minder nodig hebt dan dat je voorheen nodig had. Dit lijkt in eerste instantie weinig, maar voor iemand die bijvoorbeeld 10 kilo is afgevallen, houdt het in dat hij of zij zo'n ongeveer 300 calorieën minder nodig heeft dan voorheen. Deze 300 calorieën zul je dus dagelijks minder moeten gaan eten om jouw gewicht te behouden. En wanneer dit niet gebeurt, zul je dus het yo-yo-effect gaan ervaren, waardoor je dus bent afgevallen, maar het komt ook steeds geleidelijk weer erbij. Voor iemand die dus 10 kilo is afgevallen, hoeft hij of zij niet per se 300 calorieën minder te eten. Het kan namelijk ook zo zijn dat jij je activiteit gaat verhogen, waardoor je die 300 calorieën steeds extra verbrandt. Maar wees hiervan wel bewust, als jij jouw eten niet aanpast nadat je een x aantal kilo's bent afgevallen, zul je ook een plateau bereiken waardoor je niet verder gaat afvallen. Wat je er dus tegen kan doen is of minder eten of je activiteit verhogen. Reden nummer 8 is dat jij veel te veel vertrouwt op je wilskracht. Wilskracht is namelijk iets dat komt en dat gaat. Denk bijvoorbeeld aan dat nieuwe dieet dat je gaat proberen. In het begin heb je er super veel zin in, maar achteraf gezien valt dat keto-dieet toch wel een beetje tegen. En na een maand of 2 dan laat je het maar zitten en weet je, dan houdt het gewoon allemaal op. Met andere woorden, de wilskracht die is er niet meer en je laat het gaan. Wanneer je geen gebruik meer hoeft te maken van jouw eigen wilskracht, maar jij jouw leefstijl zo hebt aangepast dat alles automatisch gaat, dan is dat natuurlijk veel makkelijker om vol te houden. Dan kost het je namelijk geen moeite meer om gezonde keuzes te maken en om naar de sportschool te gaan bijvoorbeeld. Dus probeer niet een of ander dieet uit bijvoorbeeld, maar probeer een gedragsverandering door te gaan. Op die manier leer je nieuwe gewoontes aan en kost het je geen moeite meer om gezonde keuzes te maken. Dit is wel een langzamer proces, maar ja, slow and steady wins the race. Reden nummer 9 waarom jij wellicht niet meer afvalt, is omdat je meer bent gaan eten, omdat je ook bent gaan sporten. Klinkt super raar toch? Maar misschien kun je herkennen in het volgende. Je hebt net een flinke workout gedaan en je denkt bij jezelf, nu heb ik misschien wel zin in iets lekkers. En je kijkt op die crosstrainer en je ziet staan, wow, 300 calorieën verbrand. Nou, dan ga ik zeker weten even iets lekkers nemen hoor. Vervolgens kom je aan in de kantine en je zegt, doe mij 1 latte macchiato en een stukje van die appelvla die jullie daar hebben liggen. Vervolgens heb je niet alleen dat sporten er niet gedaan, maar heb je ook nog eens veel meer gegeten en gedronken dan die 300 calorieën wat op die crosstrainer stond. Probeer hier dus bewust mee om te gaan en ook na het sporten om gezonde keuzes te maken. Reden nummer 10 is dat jij wellicht geen plan hebt, of wel een plan, maar een super vaag plan. Je loopt hierdoor het risico dat je helemaal gedemotiveerd gaat wanneer het dus een stukje slechter gaat dan in het begin. Want op een gegeven moment kan het zomaar zijn dat jij tegen een plateau aanloopt. Het is daarom heel belangrijk voor jezelf om duidelijke doelstellingen te bepalen en ook te blijven meten om eventueel te kunnen bijsturen wanneer je merkt dat het wat langzamer gaat of dat je aan het plateau zit. Wanneer je steeds kleine doelstellingen met jezelf stelt en je haalt deze ook, werkt dat natuurlijk heel motiverend. En dit zal je dan ook de energie geven om door te gaan. En dit waren de 10 redenen waarom jij wellicht niet meer af aan het vallen bent. Laat me in de comments even weten of jij nog vragen hebt en laat ook zeker weten of een van deze redenen jou wel eens is overkomen. Mijn naam is Joey van Joe's Leefstijl en ik zie jou in de volgende video.